In deze video een molactie van Rian die we eigenlijk niet over het hoofd kunnen zien. En deze hint verraadt oprecht de mol. Hey alle, ik ben Tim en ik neem elke week de hints en theorieën met jullie door. En in deze video de extra hints van aflevering 7. En ik heb in deze video een drietal theorieën van Mol Levi die heel sterk zijn om te benoemen. Allereerst deze hint, en dat gaat over Anna. In aflevering 2 bij het bergbeklimmen horen we Anna zeggen dat het liedje wat ze horen is van de zangeres zonder naam. Het nummer heet Mexico. En Anna zingt het even uitbundig voor ons voor. Mexico. En dan spreidt ze haar armen. Op haar linkerarm, voor ons rechts, staat iets geschreven. Ik heb even ingezoomd en de boel gefilterd en dan staat er look up. Wat moeten we opzoeken? Ik wist het ook niet, vandaar dat ik dat gelaten heb. Maar nu vond ik het volgende. Op het wieisdemol.com forum, onder nota bene het kopje totaal nutteloze hints, heeft E-Byte het liedje maar eens opgezocht. En hij wist er zowaar iets uit te halen. Uit de verschillende zinnen kun je Anna een mol halen. En hier in beeld zie je het tekstje van het liedje. En daaruit kan je dus daadwerkelijk Anna een mol halen. Is het een hint naar Anna als mol? Dan nog een theorie en dit gaat over, over het extra beeldmateriaal. En die is natuurlijk vrijgegeven op de site en op YouTube. Fons zegt daarbij in een biecht dat hij niet zoveel heeft gespreid bij de test. Omdat hij vrij zeker van zijn zaak is. En met het idee dat als hij verkeerd zou zitten, de mol het dan gewoon goed gedaan zou hebben. Nu zit hij, meen ik, op Anna, die hij in aflevering 2, 3 en 5 al benoemt als potentiële mol. En Anna zit op Fons, bekend trucje natuurlijk van de makers, waarbij de mol op de winnaar zit en dan de winnaar op de mol. En hoewel ik hoop dat hij er nog uit zou gaan vanwege mijn tunnel, want Fons is best wel een beetje verdacht, hoop ik nu dat hij erin blijft. Oftewel, Fons kan hier dus mee laten weten van, goh, Anna is dus de mol. En dan Fons waarschijnlijk de winnaar. Maar ja, dat trucje is natuurlijk heel handig om in de gaten te houden. Verder heeft Mol Levi ook nog een hint. En op het volgende shot zien we Kusama staan. En als je op de letter U kijkt, zien we daar een vrouw met een kroon. En ja, wie had er natuurlijk de tarotkaart met de kroon? Anna. Goed, als je mijn vorige video's hebt gezien, ben ik heel de tijd natuurlijk aan het promoten om de 3500 abonnees te halen voor de zwarte vrijstelling. Aangezien we daar bijna komen en het ook bijna de finale is, wil ik er nog iets aan toevoegen en dat is een witte vrijstelling. Dus mocht je kans willen maken op de witte vrijstelling of de zwarte vrijstelling, abonneer dan zeker hieronder voor de 3500 abonnees. We hoeven er nog maar 300. En aangezien het merendeel van mijn kijkers op YouTube en nog niet geabonneerd zijn, waarom niet? Weet je, je kan kans maken op een van deze vrijstellingen. Je ziet hier nu ook een foto in beeld van de vorige giveaway winnaars en die zijn natuurlijk al helemaal blij. Dus abonneer snel als je dat nog niet gedaan hebt. Dan nog even een paar hints van Mollejagers. Mollejagers heeft een paar hints gevonden naar een bepaald aantal kandidaten. En allereerst een molactie van Rian, wat het lijkt. Rian die noemt namelijk een gast in het restaurant de naam Carlos. Maar als we later kijken in dat stukje, dan is die naam Charlie. En aangezien het daar fout is gegaan in die opdracht, kan dit best wel echt een hele goede molactie zijn van Rian. Waardoor eigenlijk gewoon de hele opdracht mislukt is. Is Rian de mol? Ik moet heel eerlijk zeggen, deze molactie vind ik wel echt vrij sterk. Maar goed, om even in mijn tunnel te blijven. De Anna-tunnel is er ook nog een hint gevonden door Mollejagers. In de allereerste opdracht van aflevering 7. Terwijl als Rick zegt, eindelijk even een keer een opdracht goed doen, doet Anna met haar vinger nee wijzen. Ja, een mol wil dat natuurlijk niet. Dus ja, is dat een soort vooruitblik? Wat tevens de afleveringstitel was van de aflevering. En verder om bij de afleveringstitel te blijven, valt Mollejagers ook nog op dat Anna op elke thumbnail op de Wie is de Mol site te zien is. Kan heel goed toeval zijn en ik vind het ook helemaal geen hele sterke. Maar het is wel toevallig dat het wel zo is. Dus het kan echt een goede vooruitblik zijn. Dan hebben we nog een mega lange theorie gekregen van Molvizier onder mijn vorige podcast. Of nou ja, eigenlijk onder onze eigen podcast. En dat luidt als volgt. Zou het kunnen dat Babs een tweede bondje heeft naast het bondje met Rosario?
dat Babs met dat tweede bondje heeft afgesproken om op één persoon te gaan. Laten we zeggen dat Babs op Rosario en Anna zit. Laten we dan even voor deze theorie zeggen dat Babs die test op Anna heeft ingezet. Babs valt af waardoor ze weet dat Rosario de mol is. We zien Babs wel Rosario aanraken op zijn been. Zou ze hier beseffen dat Rosario de mol is? Stel deze twee dingen kloppen, dan zou Babs de pot aan Rosario gegeven hebben om haar vaste bondje te laten weten dat Rosario de mol is. Daarnaast even over het kandidatengedrag van Rosario. Het valt mij regelmatig op dat Rosario het vaak goed doet als hij doorheeft dat de opdracht lijkt te mislukken. Stel je voor dat Rosario weet dat de namen niet kloppen, dan hoeft hij deze niet te corrigeren. Maar dan corrigeer je de plekken waar de gasten moeten staan, want je weet toch dat het compleet fout gaat. We zien namelijk weinig van de gasten. Ik kan niet uit de aflevering halen of alle namen klopten, dus er zal al vooraf gemold kunnen zijn waardoor je later de perfecte kandidaat kan spelen, omdat je dan toch weet dat het al helemaal fout is gegaan. Zou het brutaal maar geweldig vinden. Vooral het eerste stuk van zijn theorie, dat kan best wel eens kloppen, dat Babs inderdaad nog een tweede bondje heeft. En dat Babs zo heeft aangegeven aan haar tweede bondje wie de mol is. En dan is het nu weer tijd om naar ons wekelijkse nieuwe rubriekje te gaan. En dat is Dinant aan de lijn. Hallo. Hey Dinant. Hallo Tim. Je zit weer in de rubriek van de vrijdagvideo. Zo. Ja, het is wat, hè? Ja. Hey, wie is nou jouw mol, Dinant? Is het nog steeds hetzelfde? Nee, ik ben gewisseld. Heel erg. Oh. Rubriek, het is toch gewisseld. Oei. Leuk. En wie is het nu dan? Ja, Anna. Anna? Anna, ja. Oei. Waarom dan? Ik vind dat ze erg verdachte dingen doet. Of verdachte dingen doet. En ze staat steeds op goede plekken. Ja. Oké. Okay. Vrijstelling bieden. Zat het niet het hoogste bod, maar ze viel ook niet op of zo. Nee. Ja, ik ben het met je eens, want ik zit natuurlijk ook op Anna. Ja, ik weet het. Ja. Hey, wat verwacht jij van de volgende aflevering? Oh, de volgende aflevering, dat is Lazy Game, toch? Ja, klopt, ja. Ja. Ik heb, en er was ook iets met koffertjes, dat ik denk wel dat het op de Mol België gaat lijken. Ja, net zoals vorige week zeker. Ja. Ja. Maar ja, we gaan het zien in ieder geval. We gaan het zien, ja. Hey Dinant, bedankt weer. Ja, was gezellig. En tot volgende week. Tot volgende week. Laters. Nou, tot zover Dinant weer natuurlijk. Dinant zit net zoals ik op Anna. Nou, heel mooi, goed bezig Dinant. En dan voor nu was dit weer de video. Mocht je deze video leuk vinden, dan kan je hem vooral even liken. En mocht je kans willen maken op een van deze vrijstellingen, abonneer hier beneden. Laat ook vooral je vrienden, familie abonneren. Zodat ja, wie weet jullie met z'n allen wel een leuke prijs hebben voor in de huiskamer. En dan zeg ik voor nu weer, tot de volgende keer. Laters.